Het voorjaar is in volle gang en misschien is het wel de allermooiste tijd van het jaar om te vissen. Met lood in het binnenland, in het buitenland. Maar een discipline die veel mensen vergeten is dat penvissen ook hartstikke mooi kan zijn. Het enige wat je nodig hebt is een hengeltje, wat aas. En in deze video die jullie nu gaan kijken ben ik samen met mijn jeugdliefde, mijn vriendje van vroeger, Laus, gaan filmen. Het is een video die op de KWO Community staat in de serie De 12 Provincies Challenge, waarbij ik heel Nederland door ben gecrossed om overal in de provincies te gaan vissen. De video is geschoten in Goes, de stad waar ik geboren en getogen ben, dus ik zou zeggen ga kijken. En als je meer wil zien, nou dan weet je het, je kan de serie gaan bekijken, De 12 Provincies Challenge. En die staan samen met nog zo'n 1000 andere updates op KWO. En voor 1 euro kun je het al proberen. Maar goed, eerst heel veel kijkplezier. Zo KWO'ers, een hele goede morgen. Het is half april en het is tijd voor een nieuwe aflevering in de Pilaars 12 Provincies Challenge. En vandaag gaan we iets toch wel heel erg bijzonders doen. Ik ga namelijk om twee redenen eigenlijk. Allereerst, ik ben hier in Zeeland, in Goes. Dus de provincie van vandaag is Zeeland. En ik ga vandaag vissen met niemand minder dan Laurent van der Vrede. Ook wel Laurent Jean. Ook wel Laus. Wat een van mijn allerbeste vrienden is. We vissen al sinds 1994 vissen we samen. Toen ik 10 was en hij was 8. Dus dat was een hele mooie tijd uit mijn vissersleven. En door de jaren heen hebben we altijd contact gehouden. En waar we altijd gevist hebben is dus de Vestus in Zeeland. En het idee achter Vestus was dat er dus water lag waar dan de vijand overheen moest komen mocht het oorlogstijd worden. Kortom, in die Vestus zit natuurlijk gewoon karper. En in Zeeland hadden wij dus vroeger het probleem dat we alleen maar karper hadden. Niks anders. Dus geen brasems, op zich wel lekker. Geen zilte, ook bijna geen roofvis. Dus eigenlijk vrij ongezonde ecosystemen. Maar goed, het leuke is, vandaag gaan we dus op een aantal van die Vestus vissen. Laus is echt extreem gespecialiseerd in het penvissen en in het korstvissen. Nou, en dat is dus mijn vismaat waarmee ik heel de wereld rond ben gereisd. Ga ik mee vissen. Fantastisch. Daar komt ie hoor, Laus. Kapper. Hé. Ik denk, jij komt aan de andere kant van de boom. Ja, dat is weer wat anders, hè? Luis. Hey. Vandaag gaat het gebeuren, hè? Zeker. Oude visgronden. Heb je al kapers gezien? Ik heb ze net wat bellen gezien, hier zo onder de kant. Oké. Okay. Maar vertel even kort, wie ben je, Luis? Ja, Laurent Jean uit Goes. En al 25 jaar kaapengelen. Kaapengelen? Althans. Maar op welk niveau qua autisme zou je het inschatten? Ja, een passie, hè? Dus vrij hoog in de autisme-schaal. Ondanks de corona, ik weet dat Laus corona-vrij is en ik zelf ook. Zeker. Wij hebben zoveel mooie avonturen meegemaakt. En het leuke is dat Laus dus toch wel zo dusdanig gedreven is dat je van een vleugje autisme wel kan spreken. We zitten ook in wat groepsapps en dat begint meestal. Jagers en verzamelaars, dat zijn de. Jagers en verzamelaars, dat zijn de mensen die wat hebben. Wat is de aanpak voor nu? Daar zit er een aan de surface. Okay. Maar de meeste zitten op de bodem. Dus ik heb twee hengels bij. Daar zit er ook één. Ik vind het. Amai. Ik vind het zo leuk. Ja, maar weet je wat het is? Als je nu dus een 60-plusser vangt, hè? Dat deden we jaren geleden gewoon moeite voor, hè? Om je PR te verbreken met boven de 55 centimeter. En nu gaan we dat gewoon op doen, één dagje doen. Dus nog even kijken of het de brok of de pen. Later. Oké, luister, we wilden eigenlijk met de fiets een stukje verder gaan. Ja. Maar? Ja, ik zie hier in het drijfveld toch 3 bellensporen net. Maar dat is overduidelijk karper. En dan ga ik nu toch even proberen om een pen bij te leggen. Want die vissen die zijn daar wel op zoek naar eten. Het ziet er wat grof uit. Ja. 3 van die korrels, maar het is ook antivoorn. Dus ik wil alleen maar karpers. Hé, hey, hij gaat! Voor jou! 1, 2. Oh! Luis! Hoe is dit mogelijk? Oh, hier. Was vals gehakt.
Tadaa. Je eerste reactie? Crack. Ja, altijd als de camera bij zijn, dan krijg je dit soort dingen. Dus we moeten even chillen. Oké, ladies and gentlemen. Onze vriend Laus heeft net halfjes hier geprobeerd bij wat drijfvel. Relatief weinig actie. Maar de vissen wachten eigenlijk een beetje tot de zon opkomt. Dan beginnen ze een beetje met leven en met azen. Volgens onze expert. Wel één keer misgeslagen. Tenminste, er zat een schip aan. Laus, je bent nogal gemotiveerd. Ja, gaan. Je bent nogal... Wacht even. Dit duurt allemaal veel te lang, jongen. Het is geen loodvissen dat je alle tijd hebt. Ja, want wat is er gebeurd? Omdat we dus hier niet altijd veel actie kregen, ben ik even die vissen gaan zoeken. En ik heb ze gevonden. Even met het telefoonstukje gefilmd. 3 vissen bij elkaar. Dus die gaan we vangen. Fantastisch. Zo Laus, welkom bij een video over penvissen en struinen en zo. Ja, ik zat in de obstakels hier voor de kant te vissen. Daar zaten ook de azen. Maar ja, te dunne lijn. Dun lijntje en hij klapte dus af. Maar goed, je hebt net wat brokjes erin gegooid. Kunnen we straks terugkomen, hè? Laten we gewoon een stukje verder gaan en dan zo meteen weer proberen. Ja, op zoek naar activiteit. Ik zie een hengel die uit elkaar gehaald is. Ja, tot nu toe zijn ze nog niet helemaal los. Ja jongens, ja. We hebben het nu op een aantal stekken geprobeerd. En dus ook wel iets aan karpactiviteit gezien, maar het is te weinig. En dan weet je wat je moet doen, verkassen. Dus we gaan de spullen in de voederaaltjes doen. Dan gaan we eerst even naar Laus zijn huis, even zijn fiets afgooien. En dan gaan we met de auto naar de volgende bestemming, want het is te ver om te fietsen. Maar wel wederom in Zeeland, dus let's go. Zo, we zijn nu in huizen Laus. En ik zei in het begin al dat hij een klein beetje autistisch is. Maar goed, als je deze kast bekijkt, dan weet je het wel zeker dat dit aan de hand is. Want dit is dus een hobby in een hobby, hè? Verzamelen. Ja, verzamelen. Oké, maar welke pennen gaan we meenemen? Ik heb beneden heb ik onder het kantje dobbers. Van de beste dobberbouwer van Goes, hè? En wie is dat? Onder het kantje. Die heet zo? Ja, Paulus. Filius. Paulus. Waarom? Waarom zoveel solar? Ja, interesse. Vroeger kon je het niet betalen. Toen we nog jong waren. Ja, dat klopt. En met de krantenwijkje was het allemaal veel te duur. En nu... Kost het geld tegen de munten. dat niet, nou, maar... Het is 9:55. Ja. We zijn er vanaf 7 uur bezig, we hebben nog niks gevangen. Dat kan niet. We gaan. Jongens, locatie nummer 2. We zitten nu midden in de Zeeuwse polder. En loopt een grote sloot tussen de velden door. En gaan we eens kijken of we daar een paar vissen kunnen strikken. Er zit dus best een groot bestand op. Laus heeft net hier al wat brokken erin gegooid aan het begin van de sloot. En de wind staat dus over de sloot heen. Wat ervoor zorgt dat die brokken gaandeweg hopelijk opgemerkt gaan worden door karpers. En dan gaan wij natuurlijk daarop inspelen. Maar goed, we gaan beginnen met vissen op de bodem. Tenzij dat we vissen aan de oppervlakte zien. Dan gaan we er... Dus ja, joh, we gaan eens pennen. Prachtig. Dat is een serieus lange dobber die eraan gaat. Teder. Dan krijg je hele mooie aanbeten. Hopelijk met meer succes dan net in Goes. Ja, daar waren ze nog een beetje schuw, hè? Op onze thuiswater Maarluis. We zitten wel te denken om vanavond terug te gaan, hè? Zeker. Als het zo heel de dag het zonnetje een beetje schijnt, dan zullen ze vanavond... Geactiveerd zijn. Ja, wel honger hebben. Luis. We moeten nog wel eventjes leren dat je pas een vis mag vangen als ik het zeg. Ja, zeker. Want ik was bezig met de drone. Ja, ik ga dus niet wachten op... Tot het imbecil met de camera klaar is. Zou je niet zo'n normale hengel meenemen in plaats van deze... Glass. Dit riet. Maar dit vind jij dus het mooiste wat er is, toch? Dit is het mooiste wat er is. Ja, en af en toe dan komt er gewoon een... Dan komt er gewoon een dikke beer voorbij, hè? Ja, ja. Maar... Dit is gewoon waar je wil, toch? Achter elkaar karpers vangen. Oké, Laus. Jij? Je hebt hem gewoon gemeten. Ja, 54 centimeter. Ja, vroeger. Ja, was dat gewoon een record, hè? Maar onze record is dat zo groot.
Maar goed, en zag die actie in die hengel, hè? Dat heb je weer gemist natuurlijk. Ja, ik was even met de droom bezig. Ja, zeker. Maar je moet bezig zijn met de belangrijke dingen. Zoals kapers en aanbeten. Oké, okay, vriendje Lars. Leg je even uit hoe je met die pen vist. Goeie bek, ik ga eerst nog even een kaper vangen. Oké, okay. Pen viscursus voor beginners. Hoe werkt het allemaal eens? Het is heel simpel. Stoppertje, warteltje met de pen eraan, nog een stoppertje om hem vast te zetten. Alleen een enkel loodje. De dobber is 0,6 gram. Dan doe je er een loodje van 0,8 aan, of 1. Mm-hmm. Waardoor die dobber zinkt, dus dan kan je hem perfect, als je de stuitjes naar boven schuift, kan je hem perfect uit... Op de diepte zetten. Op de diepte zetten, zeg maar. Dus het loodje ligt op de bodem. Ja. Dan heb je een onderlijntje, tenminste, het is geen onderlijn. Nee, het is gewoon de hoofdlijn. De hoofdlijn, 25e. Maatje 6 meestal. Mm-hmm. Nu een 4 voor de grotere vissen. Wat gebeurt er bij een opstekenluis? Het loodje ligt op de bodem. Ja. De pen, het water is tot hier. Ja. Die vis die komt met zijn kop naar beneden. Lift die als het ware de haak op met het loodje. Dus gaat automatisch de dobber naar boven. En meestal gaat hij plat liggen. Oké, okay. Ja. En dan gaat hij... Opzij. Opzij. Oké, okay, Luis. We hebben dus mais als aas. Ja. Veel mensen zullen denken, dat is wel heel goedkoop. Goedkoop. De karpers lusten het. En je kan er perfect mee vissen zonder dat je het van je haak afgooit. En visueel heel aantrekkelijk, hè? Ja, dus ook vissen die bijna tot nooit gevangen worden... Zullen we snel... Ja, maar over het algemeen, alle karpers lusten mais. Oké, Luis. Ja. Vrij snel naar het inleggen. Wat gebeurt er? Ja, hoe noem je die? Een bak. Een opsteker. Een hele rustige opsteker. Ja, ja. En dan weet je al van, er komt een kaper aan. Woehoe! 56. Goed, Luis, je hebt nu 3 vissen. Zeker. Je snapt dat het nu mijn beurt is. Oh. Want ik heb net gevoerd onder de kant. En dan gaan we de camera op statief zetten, kijken of we een oploper kunnen filmen. En dan zal ik eens even die hengel van jou krom trekken. Niet breken, hè, Bassie? Ja, slaan! Slaan! Ja, jongens, ik kan hem bijna niet tillen. Ja, en ik heb net de beelden teruggekeken en die aanbeet zat er net niet op. Ah. Maar goed, het is een goede reden om er nog een te vangen. Want leuk is het zeker, dat ligt er makkelijk. Luis, wat is er aan de hand? Ja, het is een spiegel. Het is wat? Het is wat? Een spiegel. Yeah! Oké, nou, we hebben nu een aantal mooie vissen gevangen. En we zouden hier nog wel verder kunnen vissen, maar we willen even een andere stek proberen. Dus Luis, wat is natuurlijk ook zeer belangrijk als je actief wil zijn? Weinig materiaal. Weinig materiaal, want ik zag... Hengel, net, onthaakmat en een rugtasje voor de kleine handel. Ja, want met zo'n blikje aas, daar kun je soms misschien wel... Ja, dit is netto 140 gram. Kun je misschien wel 10 karpers mee vangen? Ja, ja, zolang je maar... je hoeft niet te voeren eigenlijk. Gewoon een heel paar korreltjes bijvoeren? Ja, je moet gewoon vissen waar... Die vis in het riet zit te bonjouren. Wat is dit voor commerciële gedoe? Ja, dat is een waterdichte tassie, hè. Maar dit zit alles in, heel je tackle box. Ja. Okay. Ja, maar ook voor het brokken en zo, hè. Alles zit erin? Ja. Wow, yo. Ja, zo'n bussleiding, dat gaat nooit kapot. Nee, dat gaat ook niet open. Mag je niet zo doen? Niet aan die ogen natuurlijk, hè. Oké, okay, jongens. We regelen het wel. We zien jullie zo meteen bij de volgende stek. Yeah. Doe mij maar een Big Mac menu. Groot, met 7-Up of Sprite. Wil je menu of niet? Nee, gewoon nee. Geen menu, dus dat is lekker duur. Oh, doe maar een menu, wel een menu. Oh, ik hoor wel een menu. Ja. Kom maar door. Daar komt het. Ja. Oh. Kijk eens even.
Dat is één. Ja, ik ben geweldig. Stop. Die eerst. En blijf dan met je vieze vingers van af. Weet je hoe duur dat is? Nou en, KWO betaald toch? Ja, dat klopt. Yes, ladies and gentlemen, we zijn terug in Goes. We dachten eerst, we gaan nog even ergens anders vissen. Maar toen dachten we, we kunnen beter naar McDonald's gaan. En terug naar hier gaan, want dit is de plek waar luisteraars vooral 's avonds veel vissen vangt. Het is nu exact 4 uur, dus we hebben nog best wel veel tijd. Dus ik zou zeggen, we gaan de brokhengel pakken, de penhengel. En dan gaan we eens een rondje lopen kijken of we vissen kunnen spotten. Oké, Luis, we hebben net wat brokken erin gechapt. Zeker. En wat is jouw constatering? Er zit er één. Oké. Gaan we proberen te vangen? Zeker. Maar hij moet even weg. Zo, dit is de stekkerpees in de jeugd. Heb je vandaag wat gevangen, jongeman? Beetje. Oké. Dus het is niet wild met de vangsten? Nee, helaas. Maar de goede tijd moet komen, de avond. En dan ga jij lekker naar huis om te gaan eten, zeker? Ja, zometeen. Ja, zeker. Want het is nu 5:30, hoe laat moet je gaan eten? Nou, half 6, 7 uur. Oké. Nou, laat het maar snel 5:30 zijn. Nee, jongens. Het brokje van Luis is midden van het scherm. Komt die bekken naartoe? Wilt hij hem? Ruikt hij hem? Proeft hij hem? Ja, hij ruikt hem wel. Hij draait zo hard af. Crucian carp. Daar zit hem niet, of niet? Ja, hij heeft hem al lang opgemerkt. Kom op, pak hem. Maar hij drijft te hard. Hij drijft weg. Kom. Pak hem dan. Ja, of die vissen azen dus niet, die wij hier zien. Of wij kunnen niet vissen. Want die jeugdige rakkers, die stekkerpezertjes, staan die 100 meter verderop en die hebben wel een vis gevangen. Dus we gaan even kijken. Het zijn wel genoeg. Ja. Dat is niet verkeerd, hè, jongen. Ja, dat gaat lekker. Dat is de tweede. Toch een productief dagje zo in Goes. Daarom. Ja, yes. Nou, jongens. Samen gezocht, samen gevangen. Niks aan de hand. Bart, wat zijn de belangrijke dingen om in de smiezen te houden bij het oppervlaktevis? Je brok. Ja, je brok moet je in de gaten houden. Maar... ja, die miste ik nu volledig. En je was hem nu kwijt. Want zoals vandaag zitten vissen niet echt onder de kant. Nee. En ze zijn mega moeilijk. Yes. De eerste brokkarper. Is die Matt er ook nog? Ja, Matt is er ook. Hey jongens! Hey jongens! Ben je van Karperwereld Online? Van wie? Van KWO. Ja, we zijn van Karp Crossing. Oh! Wat doen jullie, zijn jullie ook hier aan het brokvissen, mannen? Ja. Wordt er wat gerost hier, oh? Ja, we zagen net, maar dan komen er weer van die eenden. Oké, jongens. Jullie zijn nog jong. Als je zou zeggen dat deze man vandaag 7 keer heeft misgeslagen en nu eindelijk een vis heeft gevangen... Dat is geen waar, hè? Wat zou je dan zeggen? Amateur. Juist! Dat horen we graag. Hoe vis jij met brokken aan de oppervlakte? Ja, gewoon een penhengel. Molentje, 4000 serie. 3000ste. Ja. Kan je overal terecht. Geen dobbers? Geen dobbers, helemaal niks. Geen loodjes of wat dan ook. Aan het eind van de hoofdlijn zit gewoon met een Polemar knoopje. Een specialist maat 4. Oké. Ga mijn kap toe. En dan zo'n enorm mooi elastiekje. Ja, maar dat elastiekje dat doe je met de boeienaald even erop? Ja, met je vingers. Daar heb ik de grote mannenklauw voor, weet je. Dus dat lukt niet. Dus dan maar met een boilienaald. Gewoon even door elkaar terughalen. Ja, terughalen en dan zit hij vast. En wat voor aas gebruik je? Bonzo menu brokken. Kijk. Overal te koop. Maar goedkoop? Duur? Ja, weet ik niet eigenlijk. Wat dat kost. Ja, zo, minder dan boilies in elk geval. Ja, goed. En zeker is, minder dan die KWO specials. Als je 28 solar hanger setjes hebt, dan maakt het niet zo uit of die zak met brokken nou 8 euro kost of 4 euro. Oké, maar goed, die wurm je tussen het elastiekje en zitten ribbeltjes op die brokken, zag ik, dus dat is ook wel relaxed. Ja, dan blijft het nog mooier zitten. Ja, maar dat kan best wel mis uit. En dat zijn de grootste brokken uit de range. Uit de zak. Dus die karpers, die brokken zitten vol met olie. Dus dat op een paar meter afstand kunnen ze dat wel aannemen. Zeg. Ja, maar je zag net ook al dat als ze dan ervoor gaan, dan zien ze, tenminste dan zien of ruiken, proeven ze. Ja, en dan gaan ze weten gewoon dat het er ligt. Recht op hun karp. Nu hebben 90% van die beesten heeft nog gewoon geen honger. Maar eentje toevallig wel. Die kregen we aan het azen. En brokje erbij en gas geven. Oké, nou het is inmiddels 6 uur geweest. Dus we gaan denk ik een rondje lopen. Ja. Kijken of we vissen weer spotten en dan tunen we zo wel weer in. Zeker.
Ja! Oké, Sprokkel, ga jij hem scheppen? Kom op, Maarten. Ja, steek maar in het water. Steek hem in zijn rug. Yes! Ja. Teamwork! Goed bezig. Ja, zo wil je dat hij raakt zitten in het hoekje. Teken. Niet te diep. Prachtige vis. Zo snel kan het gaan. Ongelooflijk. En wat snel is hem? Ja. 67 centimeter. En ik wil er eigenlijk wel een vangen. Ja, geef die helemaal maar eens aan mij. Alright, boys en girls. Net even met de drone gevlogen. En dan zie je toch maar hoe prachtig Goes is en hoe mooi het voorjaar eigenlijk is. Aan de andere kant van de brug, waar we dus eigenlijk telkens begonnen, waar ook de auto staat, daar zagen we veel vissen aan de oppervlakte die niet per se aan het aasen zijn, maar s'avonds is wel de aastijd, dus we gaan nu snel woep, naar daar met alle spulletjes. We zijn natuurlijk licht bepakt, dus dat is mooi. En dan hebben we nog als doel om nog één vis te vangen. 70 plus. Ah, nou. 70 plus zou mooi zijn, maar met 60 ben ik ook blij. Nee. Hij is 69, net geen 70. Oh, we moeten doorgaan. Ik had hem zo graag 70 gewild. Ja, maar tel hem maar eens op. Oh ja. Ja jongens, ik ben super blij met deze Goese karper. Dit is dus voor mij en voor Laus het water waar het allemaal begon ruim 20 jaar geleden. Dus het is heel mooi om met een brokje op de oldschool manier weer een vis te vangen. Net geen 70 centimeter. En luister, allebei onze records stonden vroeger heel erg lang op 55, 57 centimeter. Dus de vissen hier zijn gegroeid. Ik hoop dat jullie het een leuke video hebben gevonden. Dat jullie wat hebben kunnen leren van Luis en skills. Ik heb inmiddels, kan ik toch wel zeggen, een paar kleine dingen opgepikt. We gaan hem terugzetten. Het is echt een super mooie vis. Ja, echt een oudje. Ja. Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Heerlijk hè, dat penvissen. Eigenlijk een discipline die veel vissers vergeten. We zijn allemaal zo gefixeerd op het loodvissen, terwijl dat met het pennetje, met het dobbertje ook hartstikke leuk is. Nou, hopelijk hebben jullie genoten van de video en smaakt het naar meer. Het is dus een video van een jaar of 3-4 geleden alweer. Tijd gaat hartstikke snel. Ik ben inmiddels wat grijzer geworden en heb een kleine beschadiging op mijn voorhoofd. Wil je meer van dit soort content zien? En geloof me, er staat heel veel moois live. Series van Mork Hofman. We hebben natuurlijk de series van Mike Tillen. We zijn met Ossie wezen vissen. En in dit voorjaar, het voorjaar van 2023, hebben we ook al zoveel mooie content geschoten. Dus er komt ook nog heel veel moois aan. En daarbovenop is er dus een archief met zo'n 1000 updates. Allemaal mooie films die je kan gaan bekijken. Dus voor nu zou ik zeggen, super veel plezier dit voorjaar. Maar ook veel plezier met het kijken naar alle mooie karpenfilms. En als laatste, vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Ciao, ciao.